Daphne Bergman is sinds begin januari officieel burgemeester van de gemeente Beuningen. Daarbij heeft ze ervoor gekozen om kennis te maken met inwoners door op de koffie te komen. Als burgemeester voegt ze zich tussen de burgers op verschillende kennismakingsrondes in de 4 kerngebieden van de gemeente. Vrijdagmiddag was ze bij ontmoetingscentrum De Paulus aan de Molenstraat in Winsen. Nou, ik vind het belangrijk, ik doe het ook bewust in de dorpshuis, omdat dat laagdrempelig is. Als je in het gemeentehuis zit, merk ik wel, ja, dan moet je eigenlijk bellen of een afspraak maken. En dan loop je niet zo binnen. En in de dorpshuizen, daar komen mensen al vaak en je komt makkelijker met elkaar in gesprek. En als je echt kennis wil maken en elkaar een beetje leren kennen, ja, heb je op ontspannen manier een gesprek met elkaar. Soms om welkom te heten, maar soms hebben ze ook zorgen. Net hadden we hier ook al een discussie over, ja, zijn er wel genoeg huizen voor starters in Winsen? Ja, mensen hebben soms zorgen over groen onderhoud. Niet dat ik er allemaal iets mee kan doen, maar het is wel goed dat de inwoners gewoon je dat allemaal vertellen. Bergman was eerder al werkzaam als waarnemend burgemeester in de gemeente Beuningen. Nu neemt ze de kans om zich bekend te maken bij de burgers. Een aantal mensen kennen me wel, maar heel veel mensen ook nog niet. Kijk, niet iedereen is dagelijks met het bestuur van de gemeente Beuningen bezig. Jij uit je beroep, maar heel veel mensen zijn gewoon druk met werk en kinderen en school. Dus nee, niet iedereen kent de burgemeester nog. Maar dat, ik merk wel altijd, de burgemeester is wel de meest bekende bestuurder van de gemeente. En dat is ook goed, hè, dat mensen weten wie je bent. Dus veel mensen kennen me al, maar nog lang niet iedereen natuurlijk. En daar gaan we nu aan bouwen de komende jaren.